toch nog de komst van de twee mannen die nog overbleven. Van Blerk en El Yacoubi. En dat betekent dat Ben Amar en Korpershoek ook zullen vertrekken. Dat er daar achterin wel wat te halen zal zijn voor Go Ahead. Met alle respect voor Redouane El Yacoubi. Er veel tijd bijgetrokken zal worden. Want dat heeft allemaal niet zo heel veel nut in de vriendschappelijke wedstrijd. Niels van Wetten. Joël van Blerk. Die kan terugkijken op keurige minuut. Is hier ook weer attent. Dorp. Ook een speler van Jong Telstar, Joël van Blerk. Voor het laatste kwartier. Ja, daar staat er wel een zeer nieuwe achterhoede. En daar is het toch uiteindelijk te doen. Leuk voor Joël van Blerk, de minuten die hij kreeg. Nee, die is bepaald niet slecht. En dat is wel mooi voor iemand van 17. Zo zijn er wel meer dingen te bespreken. Maar geen doelpunt. Take it away, Pascal.